2, 3, 4. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot. Van de Groningse podia naar de landelijke televisie. Voor een goed feestje zijn ze altijd in te huren, de mannen van de formatie. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot. Morgenavond staan ze in de finale van het SBS6 talentenprogramma The Talent Scout. En die deelname hadden ze niet zien aankomen. La, da, 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 da. Wij werden gevraagd. En wij dachten ook, wij? En toen zijn we heen gegaan, natuurlijk knikkende knietjes. Toen ging de auditie ging echt rampzalig. Maar op een of andere manier mochten we door. En toen kwamen we ineens op tv en toen ging het ineens hartstikke goed. Ik denk dat we dat altijd al wel konden, maar het ging daarvoor gewoon echt niet goed. Nee. En op tv ging het hartstikke goed en nu hebben we laten zien wat we kunnen. En nu staan we ineens in de finale. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. De formatie speelt in Groningen al een tijdje op feestjes, maar maakte eerder ook ludieke hiphop. Nou, ze kunnen ons natuurlijk kennen van alle optredens die we hebben gedaan in Huis op Maas. Het zijn er inmiddels denk ik ongeveer 110. Min 100. Ja. En natuurlijk van onze hit Caravan. Kijk me shine als ik in mijn sleur het voorbij grijp. De slaapzak netjes in gepakt, strak verpakt. Ik ben verliefd op mijn caravan. Ik ben een caravan fan. Ja, er is iemand helaas uit de band gestapt. En dat was wel een beetje de hip-hop genius van de groep. Dus toen dacht ik van, ja, wat kunnen we dan nog wel doen met z'n drieën? En dat is een beetje zingen en een beetje muziek maken. Dus dat zijn we maar gaan doen. Oui, mon cœur, wat ik ook doe. Bij de Talent Scout konden door coaches geboden worden op de talenten. Ja, we zitten in team Donnie, daar waren we wel blij mee. Dat was ook een beetje het team waar we graag in wouden zitten. Ja. En een geniale gast, ook een beetje vanuit de hip-hop, dus dat vonden we ook wel vet. Dus samen met nog een kandidaat zitten we nog in zijn team. Er zijn nog 10 mensen over, dus we hebben een 10% kans om te winnen. Het zou top zijn. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. En er valt zeker wat te winnen. De prijs is namelijk op Pinkpop staan volgend jaar. En ons eerste festival waar we ooit heen zijn geweest, dat is Pinkpop. Dus we willen daar heel graag staan, dus... Eigenlijk oproep aan alle Groningers van morgen, ga kijken. Tijdens het zingen kun je stemmen, dus stem alsjeblieft. Geef ons een 10. Geef ons een 10. Ja. Ja. Je mag een cijfer geven, dus geef ons een 10. Hopelijk. Als je... Dans, ik ben alleen. En wat voor nummer gaat het worden morgen? Dat probeer je al de hele tijd uit ons te krijgen, maar dat moet je morgen gaan kijken. 8:30. Mag ik nog niet vertellen? Nee, dat mag ik nog niet vertellen. Top secret. Ja, nee, dan komt John de Mol achter ons aan. Dat moeten we niet hebben. De finale van de Talent Scout is zaterdagavond om 8:30 op SBS 6. Dansen! Dansen!